Een beleidsadviseur zal gedurende een maand als tussenpersoon fungeren tussen de president en de politiebond. Deze beleidsadviseur zal bemiddelen tussen de twee partijen sinds de politiebond het vertrouwen in minister Amoksi heeft opgezegd. Tijdens een gisteren gehouden persconferentie haalde politiebondwoordvoerder Rivolino Eijk aan dat de algemene ledenvergadering de gelegenheid heeft om iemand aan te wijzen. Deze persoon zal dan rechtstreeks met de president communiceren over problemen aangaande het politiekorps. En indien in de tussentijd toch een politiek besluit volgt dat er een andere minister zou komen, dan komt dat natuurlijk te vervallen. Als dat ook niet gebeurt, dan zullen we dus na een maand gaan kijken wat er verder gaat gebeuren wat betreft die communicatie van de Surinaamse politiebond naar het bevoegd gezag toe. De president heeft aangegeven dat de Surinaamse politiebond iemand voordraagt. Maar ik moet u wel meegeven dat de ALV wel heeft beslist van luister, we kunnen wel eens zijn met het besluit om een mediator aan te stellen, maar dat die mediator door de president zelf moet worden aangesteld en niet door de politiebond. Politiebondvoorzitter Milando Atompay haalde aan dat er weinig manschappen zijn die vertrouwen hebben in de minister. Van de honderden politiefunctionarissen zijn er volgens hem maar tientallen mensen die wel met de bewindsman door een deur kunnen. In statistische vormen is dat te verwaarlozen, begrijpt u? Je kan zeggen dat 100% van de mensen waar de politie met geen vertrouwen meer in meneer Amoksi hebben. Je kunt het zetten 500 staat tot 10. Dan moet je maar checken hoeveel procent. En als we afronden naar boven is het 100%. En dat is democratisch toch? Maar als je statistisch procentueel gaat uitdrukken, dan hebben de politieambtenaren geen vertrouwen meer. Omdat je moet niet vergeten, politieambtenaren, als ze vertrouwen in je hebben, hoe moeilijk het ook is, ze zullen hun best doen. Maar als de mensen geen vertrouwen meer hebben, dan doen ze minder hun best. En de samenleving die zit daar, ik zit ook in de samenleving, we zien de zaken, we zien de dingen toch. U bent toch ook ooit eens aangifte gaan doen? Wat heeft de politie gedaan? Op Nieuwehaven drie PC's voor 20 politieambtenaren, 15 aangiftes. Dat is de realiteit. En als je dat aanhaalt, dan ben je tegen de regering. Dan willen bepaalde regeringsfunctionarissen show geven en mannentaal praten. Maar wij zijn van onze verantwoordelijkheid zijn we niet boven dat niveau. En we kijken naar het groter belang. En vandaar dat we ook zaken zo aanpakken. Atompay stelde dat zaken die moeten worden aangepakt door de bewindsman lang op zich laten wachten. Bepaalde afspraken die voor eerder dit jaar waren gemaakt zijn tot nog toe niet nagekomen. Het samenstellen van een commissie is volgens de politiebond zelf een kwestie die niet snel door de bewindsman kan worden aangepakt.